Ja, een avond als deze is belangrijk om toch eens een diepere analyse te maken van hoe onderwijs en voetbal of sport met elkaar gecombineerd is. Dat is een aspect wat in België toch wel zeer moeilijk met elkaar te combineren is. En ik denk dat dat iets is dat onder aandacht moet gebracht worden. Ik denk dat we als land hier absoluut nog stappen in kunnen zetten. De key takeaways waren absoluut de individuele ontdekkingsreis voor een speler. Het is toch de speler zelf die aan de slag moet met het traject. Je kan als club of als school dingen aanleveren. Maar het is toch in eerste instantie een stukje de zelfregulatie van de speler die bepalend is. Of je die twee dingen met elkaar combineert en meeneemt in zijn rit naar het eerste elftal en daarna.